Beste kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van Onstage. Straks in de uitzending hebben we B-Tones, maar eerst heb ik het interview met Levi Simon in de Bruine Pijn. Ah, Levi, leuk dat je bij ons te gast bent. Ja, leuk dat ik kan komen, man. Nou, geen probleem. Je bent gitarist. Yes. Waarom heb je daarvoor gekozen om gitaar te spelen? Ja, ik heb best wel een muzikale familie. En mijn vader die nam me vroeger altijd mee naar zijn shows, zeg maar. Of ja, shows, naar zijn gigs. En toen was ik een jaar of 10 en toen dacht ik, ja, dit wil ik ook, weet je wel. En toen ben ik op les gegaan. Toen ging ik naar de Nieuwe Veste. Heb ik les gehad van Peter van Dorst en Ferry Smans. En in het begin vond ik het eigenlijk helemaal niks. Maar daarna begon het steeds meer in mijn vingers te zitten ofzo. En dat vond ik wel echt cool. En toen ging ik er echt mee door. En toen ik een jaar of 13, 14 was, toen ging ik naar een speciale muziekopleiding in Rotterdam. Dus dat is zeg maar een vooropleiding voor conservatorium. En daar doe je ook gewoon je HAVO. Dus je krijgt alle vakken, maar je krijgt ook solfège. En je krijgt je gitaarlessen of wat je daar studeert, zeg maar. En toen begon het wel serieus te worden, zeg maar. Ja, dat vond ik wel leuk. Ja, wat geeft gitaarspelen voor jou voor een kick dan? Nou, voor mij is het vooral gewoon... het geeft me, als ik op podium ben, ben ik een heel ander persoon, want ik ben best wel rustig. Maar als ik aan het spelen ben, dan kan ik gewoon echt mezelf zijn, weet je wel. En ik kan creatief zijn. En dat geeft mij gewoon wel een fijn gevoel. Heb jij ook nog voorbeelden in de gitaarwereld? Ja. Sowieso Prince. Want hij is gewoon een topmuzikant. Maar op gitaar vind ik hem ook echt een baas. En Jimi Hendrix. Sowieso. En Eric Gills. Dat is wel een van mijn favoriete gitaristen van dit moment. Is gitaarspelen nou makkelijk? Makkelijk. Ik weet niet. Je moet gewoon echt hard werken en veel studeren. Wil je het onder de knie krijgen. Maar het is vooral belangrijk dat je je eigen gevoel in je spel kan leggen. En om creatief te zijn op je instrument. En wat zou jij aan tips kunnen meegeven aan mensen die beginnen met gitaarspelen? Tips. Ja, wees jezelf. Probeer je altijd bij jezelf te blijven en gewoon jouw gevoel in jouw spel te brengen. En dat over te brengen naar de mensen, zeg maar. Dat is voor mij het belangrijkste. Zou jij bijvoorbeeld ook colleges of zo willen geven? Of voor lessen voor mensen? Zou dat iets voor jou zijn? Lesgeven, ik heb er wel over nagedacht. Maar ik ben toch liever aan het spelen gewoon. Dat is toch wel dat wat is wel mijn ding. Ja. Ja. Misschien workshops in groepen of zo, qua soundwise of zo. Dat lijkt me wel leuk. Maar als ik elke dag les moet geven van 9 tot 5, dan dat trek ik niet. Dat is niks voor mij, nee. Dat snap ik. In ieder geval, dankjewel. Ja, graag gedaan, man. Ondertussen sta ik op het podium met de B-Tones. En we gaan gelijk luisteren naar het eerste nummer, Killer Wave.
dat was een lekker eerste nummertje, toch? Zo, ja. Verboeiend, hè? Zo. Lekker werken. Mag maar werken, hè? Ja. Hé, hey, maar wat ik zo zie vanaf afstandje is het niet alleen een band, maar ook wel een echte vriendengroep. Kan ik het zo beschrijven? Ja, dat wel, ja. Hoe is het ontstaan? Zo. Ja. Dat is heel lang geleden. Dat had je ons heel kunnen voorbereiden op deze vraag. Terug moeten denken. Vertel. Ja, Bernard. Ja, een jaar of 17 geleden zijn wij begonnen. Ja, was met Peter Hengst. Die is er niet meer. Martin. En mijn persoontje. En toen hadden we een akoestisch bandje. En toen wilden we er graag een drummertje bij hebben, want het moest akoestisch blijven. En toen is Remo erbij gekomen. Ja. Dag akoestisch. Ja. Peter Hengst is naderhand weggegaan, die is verhuisd naar Berlijn. Die is eruit gegaan. En toen is Z erbij gekomen. Ja. En toen was het weer compleet. En was compleet. En die naam, de B-Tones? Het zijn niet de Beatles, het zijn niet de Stones, het zijn de B-Tones. Ja. Hey. Die heeft het bedacht. Ja. Sorry. Ja, slim, ja. Hé, hey, maar ik vraag eigenlijk aan iedereen altijd de toekomst en het verleden. Wat zit erop en waar gaan we naartoe? Geld voor jullie, gaan we nog ergens naartoe? Waar ga je naartoe? Je bent al met pensioen. Ja, waar ga ik naartoe? Waar gaat het naartoe? Kijk, wat wij graag willen doen, dat is gewoon af en toe eens een keertje spelen. Wij repeteren elke vrijdagavond, repeteren wij. Komen bij elkaar en drinken we naderhand cola. En luisteren naar de Beatles. Altijd hetzelfde. Ja. En ja, gewoon lekker eens een keertje her en der spelen. Dat is het eigenlijk. Ja. Toch? We willen niet doorbreken meer, hè? Nee. Nee? Nou. Nee, is niet meer nodig? Wij wel. Hij niet. Dus kijk, dit is weer de nieuwe formatie straks. De toekomst ziet er dan zo of? Ja. En dan ben ik lauw. Ja, dat is doorbreken. Nee. Het is goed. Gezellig muziek maken. Muziek maken vooral. Mensen blij maken. Ja. Dan weet ik niet of mensen blij worden van ons. En onszelf blij maken van spelen. Dat is misschien nog wel het belangrijkste. Absoluut. Als je zelf maar plezier hebt. En hoe zou jullie afgelopen tijd beschrijven, vanaf het begin tot nu? Wat maak je mee als zo'n band zijn? Groepies. Zijn er wel van ouder, hè? Oudere groepies. Ja, oudere groepies. Vrouwen van 60 en zo. Plus. Ja. En ja, dat zijn eigenlijk onze hoofdpunten. Ja. En we spelen voornamelijk in kleine cafeetjes. En dat is eigenlijk ook wat we het liefste doen. Ja. Kleine cafeetjes, niet de grote bezetting. Dat we niet te veel spullen mee hoeven te sjouwen. Want we zijn nogal lui en oud. Sommigen, ja. Het gaat niet allemaal meer zo handig. Dus, geen versterke muren, gewoon een sterkertje, gitaar inpluggen. Gaan lekker spelen. Ja. Hoogtepuntje is Beatlemania bijvoorbeeld. Beatlemania. Ja, dat is elk jaar weer het hoogtepunt. Beatlemania. Terugkeer naar Avenue. Ja. En dat is precies? In oktober is het altijd, eind oktober. Een hele avond. Meestal wordt er dan een LP van de Beatles gepakt. En die wordt dan helemaal uitgelicht. En treden er meerdere groepen op. We spelen allemaal nummers van die bewuste LP. Ja, dat is naar alle waarschijnlijkheid dit jaar een beetje het laatste, want daar zijn we al 7 jaar mee bezig. En dit jaar is het een beetje de greatest hits gaat het worden. Ja, en dan hoe dat dan volgend jaar hangt er weer vanaf van hoeveel mensen er komen. Tot nu toe is het al het volle bak, dus dat zijn leuke avonden. Ja, voor het goede doel, hè? Ook en voor het goede doel. Het is en een leuke avond en geld kwam. Ja, zo'n 500 mensen komen altijd heel trouw luisteren. Dat is erg gezellig. Ja. Dus dat staat dit jaar sowieso weer op de plek te gebeuren. Top. Dus lekker blijven spelen. Geen absoluut. Huisband meer van De Wereld Draait Door of zo, ambities. Nee. Kolfje naar zijn hand. Ja, nou, we mogen gewoon lekker onze huisband anders dan. Oh, dat is goed. Ja, zeker. Wens jullie niet voor. Ja, zeg het maar. Dat is Mike, nu gelijk. Morgen af dan, hè? Morgen? Ja, ik hoef niet te werken. Tenminste. Jij ook niet, jij bent pensioen. En jij? Ik ga gewoon met pensioen. Dan zien we sommige buren morgen gewoon. Ja, dat ga ik eigenlijk morgen dan. Nee, jij werkt sowieso, net pianostemmer. Ja. Hey mannen, bedankt. Oké. Ja, bedankt. Als het niet hard trekken. Ja. Vandaag bij de Popdokter gaan we het hebben over surf rock. Surf rock is ontstaan in 1961 in Zuid-Californië. Aan de basis staan Dick, Dale en de Deltons. De muziek is vooral populair in 1961 tot en met 1965. Met onder andere groepen als The Astronauts, The Challengers, Eddie and the Showman en The Pyramids waren de grootste hits. De hits natuurlijk met als Surfing USA. Then everybody be served like California.
Surfing Safari. En Surfing Bird. Bij het grote publiek is het Surf Rock Festival vooral bekend geworden de muziek van Pulp Fiction. Uit 1994 natuurlijk van Quentin Tarantino. In 1965 nadert het eigenlijk een beetje zijn dood, maar gelukkig komt het eind jaren 80 toch ook wel weer terug. Nederland heeft daarna nog een aantal surfbands voorgebracht die in de wereld van de surfmuziek internationale bekendheid genieten. Zoals de Trouble Spankers. En de Phantom Four. Zo ben je er helemaal bij over Surf Rock. Lieve kijkers, dat was het weer. Het zit er weer op. Bedankt voor het kijken. Maar we gaan er niet uit zonder te zeggen dat jij je ook nog in kan schrijven door een mailtje te sturen naar onderstaand e-mailadres met jouw muzikale talent. En dan gaan we door naar jullie laatste nummer. Oké. Hoe heet die? Dancing Hippos. Nou, succes. Rock and roll, baby. Every time I see you, baby, walking down the street and picking up your pretty.